Het werk dat op deze tentoonstelling eigenlijk het meest losgemaakt heeft in mij is het werk van Julien Prévieux. Lettre de non-motivation. Dus hij schrijft non-sollicitatiebrieven. Op zijn surrealistisch zou je kunnen zeggen, ceci n'est pas une lettre de sollicitation. Het is dus net het omgekeerde. Dus hij schrijft brieven om te zeggen dat hij die vacature helemaal niet ziet zitten en dat hij zich geen kandidaat stelde. Waarom spreekt het mij aan? Omdat Julien Prévieux eigenlijk zijn vrijheid oppakt als werknemer, als werkzoekende. En waarom vind ik dat nogal belangrijk? Omdat we toch nog altijd in een arbeidsbestel zitten, op een arbeidsmarkt zitten, waarin men de indruk heeft dat de werkgevers aan zet zijn, dat zij eigenlijk alles bepalen. En dat werknemers eigenlijk zich maar aan te passen hebben. Dus de werkgevers bieden de jobs aan. En het is aan de werknemer om daar al of niet op in te gaan. En zich aan te passen aan die jobs. Zo werkt het eigenlijk al lang niet meer. Onze arbeidsmarkt is een veel diversere plaats. Dus ook werknemers hebben zeer veel macht. Of misschien beter uitgedrukt, hebben potentieel zeer veel macht. Ze zijn gemiddeld veel beter geschoold. Ze kunnen heel dikwijls kiezen tussen verschillende jobs. Ze kunnen zich ontwikkelen. Dus ze hebben eigenlijk in veel gevallen zeer veel troeven in handen. En heel dikwijls is het bijna omgekeerd. Dan is het effectief de werkgever die bijna moet solliciteren bij de werknemerdag van vandaag. Ik vind dat hij er soms helemaal naast zit. Hè. Dus op een bepaald ogenblik wijst hij een job af, omdat hij zegt, ja, dat is toch geen job meer voor de 21ste eeuw. Het gaat dan om een vrij ambachtelijke job in een glassnijderij. Daar vind ik dat hij totaal naast de kwestie bezig is. Ik vind nu net dat het misschien wel een nadeel is voor de 21ste eeuw, dat heel wat jobs een ambachtelijk karakter hebben verloren. Want werk bepaalt heel sterk onze identiteit, maar het probleem is dat heel veel jobs nog zo weinig ambachtelijk zijn, dat het niet zo gemakkelijk is om aan te geven wat de job juist inhoudt. Hè. Dus mensen hebben er nood aan om te zeggen wat ze doen, want wat ze doen bepaalt sterk hun identiteit. Maar ze kunnen niet meer uitleggen zoals vroeger, ik ben een bakker, ik ben een benenhouwer, ik ben een glassnijder. In één woord wist je wat dat betekende, de job. De dag van vandaag zijn er zeer veel jobs waar je echt al 5 of 10 minuten moet uitleggen wat het precies betekent. En dat is natuurlijk ook een beetje complicerend voor uw identiteit.